dit is de reden dat we voor deze plek gekozen hebben. Mooi in de natuur, aan de rand van het dorp. We liggen hier aan een stromend beekje. Met het terras is dit eigenlijk voor vele toeristen de ideale plek om hier te zitten en te vertoeven. Heb je die appartementen daar laten bouwen, Ronald? Ja, die appartementen, dat huis wat hier nu staat, dat is volledig nieuw gebouwd in de afgelopen herfst. En daar zitten de appartementenunits in, waar we dus nu maximaal 30 gasten kunnen bergen. Dit is eigenlijk het in het restaurant is ons belangrijkste deel, waar we heel sterk zijn. Families met kinderen, we zijn heel erg op kinderen gericht. Dan hebben we hier nou een kinderhoek, we hebben een kinderspeelgoedcorner. Waar de kinderen dus speelgoed kunnen kopen, wat ze dus verdienen met plastic munten als ze goed eten. En dat is gewoon in Oostenrijk nu een hele sterke kracht, want daar komen de mensen met gezin op af. Dit is dus de beroemde beek bij ons huis. Eigenlijk zijn er twee beken. Dus hier komen twee berggebieden bij elkaar, wat al het bergwater is. Is ook heel grappig als je dat ziet, als het aan de ene kant geregend en aan de andere kant niet. Is de ene beek bruin, is de andere beek wit. En dan komt het hier bijeen. Daarnaast blijken er ook veel beekforellen in te zitten. Ik heb mijn buurman regelmatig zien vissen. Ik heb zelf nog nooit gedaan. Nou, daar heb ik nog te weinig tijd voor gehad.